sem acreditar eu nem boca te imaginar que mais longe de bom tem sofrido. Pergunta, lua nasceu, lua minha companheira de solidão. Welkom bij het Geluid van Rotterdam. Dit programma zoomt in op de rijke muzikanten die Rotterdam voortbrengt en voort heeft gebracht. En we gaan gauw door, want vanmiddag is het thema de Cavaliaanse muziektraditie in Rotterdam. En een van de grondleggers van in ieder geval het vastleggen en misschien wel vormgeven van deze Cavaliaanse muziektraditie in Rotterdam, dat is Djunga Bilucha, maar we kennen hem in Rotterdam ook onder zijn eigen naam João Silva. Oprichter, eigenaar van Mora Bersa Records en daarmee hoeder van de Cavaliaanse cultuurerfgoed. Mora Bersa Records. Legendarische historische platenlabel. Wat betekent Mora Bersa eigenlijk? Mora Bersa is een haast niet te vertalen Cavaliaanse. Maar daar hebben jullie wel meer benaming, van, hè? Ja. Soldaat. Soldaat. Je kon het haast niet uitleggen wat dat betekent. En met Mora Bersa, er zitten twee woorden in het woord Mora Bersa. Amor, ja, liefde. En beleza, schoonheid. Ja. Dus ik denk dat dat een soort van een mengelmoes is van de liefde en de schoonheid van de Cavaliaanse volk. De ziel van de mensen. Hoe ze je ontarmen. Een warm bad dat het is als je terug naar huis gaat, zeg maar. Wat is nou de aanleiding geweest voor de oprichting van Mora Bersa door jouw oom, door jouw zilver? Want dat wil ik heel goed begrijpen. Ik denk ook dat de mensen het willen begrijpen. Djunga zegt zelf dat het een opdracht is geweest. Omdat Djunga op een gegeven moment verwikkeld was in de onafhankelijkheidsstrijd van Guinea en Kaapverde. Ja. Heeft de vader des vaderlands, toen hij zich aanmeldde voor de strijd, gezegd: hey Djunga, geweldig man, ik kan jou goed gebruiken. Maar niet in de Jungle Commando of ergens anders. Nee, in Rotterdam, in Hilversum. Jij gaat eigenlijk de ministerie van cultuur in ballingschap gaan we in Rotterdam of in Nederland oprichten. En als je het hebt over de vader des vaderlands voor Caverië of voor de Caveriaanse diaspora, dan heb je het over Amilcar Cabral. Abel Jassy, Amilcar Cabral. Hij heeft helaas niet meer de onafhankelijkheid meegemaakt, maar hij is wel degene die eigenlijk dat proces heeft opgezet. Dus het was eigenlijk het recruteren van de muzikanten, de jongeren, ja, laten werken op de koopvaardij en tegelijkertijd platen maken met maatschappijkritische of kritiek op het koloniale regime. Paroles escrevidas, uma apanhatriz que a minha vê, quando beco te amambia, bai, paroles escrevidas. Apanhar três caninhas verde quando beco te amambia. Oi mãe, oi mãe, oi mambia. Oi mãe, oi mambia. Adeus minha mãe, Maria da Cruz. Oi mãe, oi mãe, oi mambia. Adeus, minha mãe, Maria da Cruz. Nou, wat wij al meteen wel wisten en beseften, is dat het natuurlijk een hele unieke collectie was. Kijk, niet alle culturen die uit zich op dezelfde manier. Ja. In de Nederlandse cultuur is het heel erg schriftelijk. Dus kerkbesturen, schoolbesturen zitten braaf te vergaderen, maken er notulen van. En dan leveren ze dat papier in bij ons, dat heet dan archief. Andere culturen die uiten zich met carnaval, muziek, dans. En dat probeer je ook vast te leggen. Ja. En als je dat dan in de schoot geworpen krijgt, dan spring je wel even een gat in de lucht. Ja. Je weet dat er verhalen worden verteld. Ja. Per muziek worden overgedragen. Muziek verbindt, muziek is emotie. En muziek bevat ook kennelijk goede songteksten die kritisch zijn. En in historisch perspectief echt aan glans winnen. Ja. Kijk, als het gewoon maar op de plank ligt bij ons, ja, gedigitaliseerd of niet, dan heb je er wat mij betreft heb je er nog niet zoveel aan. Nee. Je wil het graag beschikbaar stellen aan een veel groter publiek. Alleen dan zit je tegenwoordig wel met auteursrechten kwesties. Die moeten geregeld worden. Dat is best lastig.
Maar goed, het is te regelen. En als je dat doet, dan kun je ook veel meer mensen kennis laten nemen van die schitterende collectie. Auteursrechtelijk of niet, Ingmar, het moet aan de man worden gebracht. Dus mijn vraag is ook van, doet de familie daar moeilijk over? Doet Mora Bertsen moeilijk erover? Of zijn het andere krachten waar je mee te maken hebt? Nee, tot nu toe zijn eigenlijk de contacten met de familie heel erg goed. Ook met het Stadsarchief. Dus ja. We hebben ook afgesproken dat wij de gedigitaliseerde bestanden van het Stadsarchief via onze website gaan ontsluiten en toegankelijk gaan maken. Wat wij bijvoorbeeld kunnen. Kijk, bij het Stadsarchief ligt inderdaad voor eeuwig bewaard. Ja. Maar bij ons kan je het makkelijker vinden en bereiken. Dus wij kunnen de LP, hoe ze makkelijk laten zien. We kunnen van ieder nummer van elke LP 30 seconden laten horen. We kunnen context bieden, want ik denk dat juist die context bij dit label zo belangrijk is. Zeg maar als onderdeel van die onafhankelijkheidsstrijd. Ja. Zeg maar die cultuurhistorische waarde. We schrijven artikelen bij muziek, we schrijven toelichtingen bij cd's. We plaatsen het in de bredere context gewoon van Kaapverdië. Dus dat doen we allemaal via onze website. Zodat eigenlijk mensen die ook bijvoorbeeld nog niet zo bekend zijn met muziek uit Kaapverdië. Op een hele toegankelijke wijze dit hier kennis van kunnen nemen. We zijn gewoon heel erg trots dat in de diaspora, zowel in de Verenigde Staten als in Parijs en dinges, maar dat Rotterdam zo'n speciaal plekje heeft in het verspreiden van de Soldaten gevoel, de Morabeza gevoel. En laten zien dat die hele kleine archipel een samenkomst van in de slavernij van al die stammen van West-Afrika, ja, dat die iets teweeg hebben gebracht met zoveel muzikale stijlen. En dat is eigenlijk het unieke van Kaapverdië. Vado saudade, sol e solidão. Saudade, sol e solidão. Saudade, sol e solidão. Saudade, sol e solidão. Trots en eenzaamheid en een gevoel van heimwee. Ik neem het altijd mee naar het einde van de tijd. Het lichaam en de geest, de kerken in de regen, het werken in de zon en de wolken boven zee. Mijn mooie kleine land met een hart van zee. Na de onafhankelijkheid is de verboden muziek van Kaapverdië ook vanuit Rotterdam. Rotterdam, ze kwamen naar Rotterdam, maar ja, Oom Djunga bracht ze naar Hilversum. Ja. En dus bijvoorbeeld Bully Mundo, Ostubarans, Frank Mimita, Norberto Tavares. En al dat soort grote Kaapverdianen hebben hier een tijdje gespendeerd in Nederland. En dat is gewoon, ja, daar ben ik altijd super trots op geweest. In de tweede fase is het na 75, toen werd Oom Djunga consul van de Benelux. En toen heeft hij eigenlijk dat overgedragen aan andere Kaapverdianen. Ja. Toen zijn er in Rotterdam vanaf 1975 echt waar een stuk of 10, 20 kleine labels die het werk van João Silva, inspirerend op wat hij had gedaan, ja, hetzelfde heeft gedaan. En toen is eigenlijk een soort van een tweede of de derde fase gekomen. Eerst was het Morna en Coladeira en later Funaná. We hadden het net over Dina Medina, maar die is als achtergrondzangeres begonnen bij Coladance, bij Gil en bij Splash. En dat is de New Fusion vanuit Rotterdam. Ja, ik kan het proberen. Probeer maar even. Probeer gewoon. Ja. Doe je ding. Weet je wat? Ik ga het proberen. Doe je ding. Weet je wat? Ik ga het proberen. Ja. Kom, ga. 1, 2, 3, en. Ik ben Dina Medina, zangeres van Kaapverdische muziek. En dat doe ik met liefde. На кой дом обвиня, как вот что меня пасы, из попасы.
Mijn ouders zijn beide Kapverdianen. Ik ben in Nederland geboren, maar ik heb alles wat zij vanuit Kapverdië hebben meegenomen, heb ik in heel mijn lichaam zitten. Al mijn poriën. Ik ben gewoon Kapverdiaanse, dus waar haal ik het gevoel vandaan? Uit mijn zijn. Ik weet ook dat ik de Marne kan zingen. En misschien als ik er nog verder in duik, dat ik dan een beetje in de buurt kom van hoe ze het vanuit Kapverdië zouden doen. En het is belangrijk dat wij mensen hebben die dat blijven zingen om het niet te laten verdwijnen. Omdat het een mooie cultuur is en ik vind dat eigenlijk alle culturen die hebben wat moois. En dat moet je behouden. Dat is belangrijk. En ja, ik denk dat er voor de toekomst, nou ja, bijvoorbeeld Paulo Bouwman en Carlos, die hebben andere jongeren ook geïnspireerd om naar het conservatorium te gaan. Nou, elk jaar komen er steeds meer Rotterdamse Kapverdianen die afstuderen. Tristeza, saudade, alma e coração, é bem português de verdade. Nobres descobridoras, gente tão singela, pecados sonhadores. E assim triste, feliz e cheio de solidão, meu pequeno país, gigante do passado e agora um anão feliz. Ik ben altijd iemand geweest die geïnteresseerd is in de Kapverdiaanse muziekgeschiedenis. Ja. Dus ik heb heel veel cd's geluisterd. Ja. Mijn tijd zijn cd's, hè, maar die zijn nog gedigitaliseerd, maar dat waren eigenlijk platen. Ja. Dus ik heb er heel veel geluisterd, heel veel in mijn kamertje vroeger bij mijn ouders op de zolder zitten uitpluizen hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Ja. Dus dat is een bepaalde kennis die je meebrengt. Die opnames zijn echt goud waard. Echt. En misschien zien we dat nu nog niet. Nee. En misschien ga ik het nog niet echt meemaken in mijn generatie. Dat het echt goud waard wordt. Maar misschien over 2 of 3 generaties. Dat ze echt gaan zien van, ja, dat wat hier gedaan is met Morabeza Records. Ja. Ja, ik heb het al gebruikt in mijn scriptie. En misschien zullen er nog wel andere Kapverdianen zijn die gaan studeren, die dat gaan gebruiken. Oi, 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 oh tristeza no meu coração, me sento na beira-mar, me soma Deus, testemunha desta ilusão, e te lembrar meu primeiro lar. Oi, 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 oh tristeza no meu coração, na beira-mar, me soma Deus, testemunha desta ilusão, me te lembrar meu primeiro lar.
Diana is een van de zangeressen van mijn generatie. Waarvan ik vind dat zij de potentie heeft in haar stem om Kaapverdië te laten horen over de hele wereld. Als je zo een dijk van een compliment krijgt, waarbij je gezien wordt misschien als een van de belangrijkste ambassadeurs om de Kaapverdiaanse muziektraditie wereldwijd voor te brengen, heeft hij dan ongelijk, Pollyanna? Nou, ik heb een hoop complimenten gehoord in minder dan 10 minuten. Natuurlijk voel ik me ontzettend gevleid daarin. Ja. Maar dan is het ook een verantwoordelijkheid. Wat ik heel fijn vind in de Kaapverdische muziek, is dat het zo raakt. De melancholie, de verhalen, de achtergrond van wat Kaapverdië, van wat wij ons Kaapverdianen allemaal hebben meegemaakt. Dat je dat ook voelt in de muziek, voornamelijk net als wat Paulo ook daarvoor had gezegd. Niet alleen in de muziek, maar ook in het eten, in onze cultuur. En ik denk dat het zo sterk is, dat het waarschijnlijk, dat het zo ook andere mensen raakt die niet Kaapverdiaans zijn. Menina, a boca tem comparação. Bota papiarima, cima tinte rotina figueira. Que es boa fama, tudo alguém já tá com xê. Que es boca grande raganhote, bota papia mais que ninguém. O já, menina, a boca tem comparação. Bota papiarima, cima tinte rotina figueira. És boa fama, tudo alguém já tá com xê. Que es boca grande já ganhou, bota papia mais que ninguém. Flaro, fla, minha boca castala. Nenha porta nunca creu o diabo, nem mantenha cabo flã. Ma flaro, fla, minha boca castala. Nenha porta nunca creu o diabo, nem mantenha cabo flã. Calci buquei na bojeneira. Guenta na borrabo. Pa mami, teme de tribunal. Cosi boquei na bojneira. Guenta na borrabo. Pa mami, teme de tribunal. Ma flaro, fla, minha boca castala. Na minha porta nunca criou o diabo, te mantenha cabo flá. Ma flaro, fla, minha boca castala. Na minha porta nunca criou o diabo, nem mantenha cabo flá. Nunca creu o diabo, nem mantenha cabo flã. Ma flaro, flá, minha boca castala. Na minha porta nunca creu o diabo, nem mantenha cabo flã. Ma flaro, flá, minha boca castala. Na minha porta nunca creu o diabo, nem mantenha cabo flã. Ma flaro, flá, minha boca castala. Na minha porta nunca criou o diabo, nem manteiga cabo flá. Ma flaro, flá. Dina Medina, warm applaus voor haar. Pollyanna Vieira en Paulo Bouwman. Dat geeft mij de gelegenheid om tot een afkondiging te komen van het geluid van Rotterdam. En dat ga ik dus nu ook doen door een stap naar voren te doen, terwijl je hier blijft staan. Dit was het geluid van Rotterdam en vandaag deel 4 van de serie van 5, een unieke reeks om een inktijd te krijgen in de muziektraditie die Rotterdam voortbrengt. Vandaag was het thema de Kaapverdiaanse muziektraditie en cultuur en wat prachtig om dat in ons midden te hebben. Een schat die nog heel goed ontdekt moet worden, maar die steeds meer haar gezicht laat zien. De stille migrant, nou, die is verdwenen. Ik begroet je graag bij een volgende editie en dank voor het kijken.